zijn nu bij het pleeggezin van Auke. Auke is nu 5,5 maand en ik ga kijken hoe het ermee staat. Mijn rol is om zo goed mogelijk de mensen te helpen om een leuke pup tot een jongvolwassen hond te maken. De babyfase is een beetje afgelopen, dus het is goed zindelijk, weet zich redelijk goed te gedragen in huis en zeker Auke. Dus nu ga je alweer een stukje verder wat je eigenlijk wel in het begin doet. Het buiten, het aan de lijn lopen, de drukte. Maar nu net eventjes een stapje verder. Het negeren van soortgenoten van andere honden op het moment dat ze aan de lijn zijn. En katten. Dus dat ze echt heel bewust aan het werk zijn. Hoe ga je een winkel in? En wanneer zie je die balans van is een hond gespannen of heeft hij lol erin? En daar zijn toch wel de vragen over. En de commandootjes, hoe doe je dat? Aandachtvragend gedrag. Het bijten, maar ook het gewoon het bazaal, het zingelijk worden. Ik vind het leuk met honden te trainen, maar ik vind het ook heel erg leuk om te kijken hoe mensen ermee omgaan en met mensen bezig te zijn. Dus die combinatie heb ik hier wel in gevonden.